maxi-limo. Maurice, kijk eens. Een witte, versierd met bloemen. Dat is pas klasse. Allee, Pascalke, dat is toch niks voor ons? Dat is meer iets om er met een paar escortmeisjes eens goed in te vliegen. Het schijnt, hè. Het schijnt. We kunnen toch moeilijk te voet naar ons trouwfeest gaan. Wat zou ons Madeleine wel zeggen? Ah, hier, koetsen. Een stijlvol rijtuig, getrokken door twee vurige paarden en gemend door een koetsier in feestelijke kledij. Wow, Maurice, dat is zo romantisch. Dat is precies als een poester. Moeten we wel zien dat we tegen 12 uur thuis zijn, hè? Ah ja, hè? Ja, anders verandert die koets in een pompoen. Hier. Bij aankomst in de feestzaal rollen onze ceremoniemeesters de rode loper voor u uit. De fotograaf laat zijn toestel flitsen. Ja. Oh, hier, Maurice. U kan ook een videoreportage laten maken en er een picknick aankoppelen met een orkestje erbij. Jeroen! Pascalke, voor de trouw gun ik u al wat je maar wil. Een koets, een limo. Een maxi-limo. Een maxi-limo, een mini-cooper. Het kan me niet schelen op één voorwaarde. En dat is? Dat ik mag beslissen over het verlovingsfeest. Oh ja, 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 dat is niet meer dan eerlijk, hè. Het is tenslotte ons feest. Jij hebt ook recht op je keuze. Maar zeg maar, zo'n koets. Zegt u dat niks? Oh jawel. En paarden bij de vleet ook. Serieus? Oh, Maurice, dat klinkt fantastisch. En wat wordt het? Pascalke. Ja. Wij gaan ons verloven. Ja. Op een echt westernfeest. Ja! Wat gemakkelijk. Stel, dan is hier die pakjes. Dames, waarom verder zoeken? De oplossing is zo nabij. Je voelt het eenzaam, onbegrepen. Eén adres, hier bij mij. Ik zal u in vervoering brengen. In plaats van u zo kent. Ik zal u voor voldoening zorgen. Ja, voor het feest. Ik zal u even mijn karakteren. Het vroegjes lezen. Ja. Ik heb fantastisch nieuws, hè. Ons maar is terug uit het buitenland. De zeemermin is back in de pool, mijn gedacht. Deze keer laat ik haar niet meer schieten, hè. Ik hang haar definitief aan mijn engel, hè. Zorg dan maar dat je deze keer het juiste aas aan uw engel doet. Mijn gedacht. Ja, maar pas op, ik heb er weken over nagedacht, hè. Ik weet waar ik mij getrompeteerd heb, hè. Ik ben bij uw mama veel te soft geweest. Ja. Al die romantische pitsproeves, hè. Dat is voor madammetjes. Gelukkig Pascalk. Hè? Maar een madame gelijk u, mama. Allee, goedelende kok, met een kuur van achter. Je moet een echte vent hebben, de held. Ja, maar dan zei je toch niks mee geholpen? Jij zegt je een held. Ja, pas op, ja, hè. Maar ik ben goed bezig, kameraad. Stel nu dat ik uw mama red van een overvaller. Of van twee overvallers, toch beter. Ja, als jij wilt wachten dat ze overvallen wordt. We gaan op die overval niet wachten, hè. Oeh. We gaan die overval zelf organiseren, hè, copain. Geniaal. We moeten dan niet twee stoere bieken vinden die een overval willen doen. Tja, waar gaan we die vinden? Ja, voorzitter. Ja. Bon. En jij? Je hebt ook gesnapt wat je moet doen? Ja, jij overvalt Goedelen. Wij slaan u neer en dan wordt Goedelen verliefd op mij. Kijken. Die doet dat expres, hè. Maar alleen, Mark, wij zijn de overvallers. Wij pakken Goedelaar Sakos af en dan komt meneer Boma om ons weg te jagen. Ja. Hoi. Maar normaal speel ik wel altijd de goeie, hè. Ja, maar nu niet, hè, Mark. Je moet Nonko Bal helpen om ons maat terug te veroveren. Te veroveren? Dat straks was het overvallen. Maar toch, als dat blijft. Heb je die kafouflagespullen bij? Ja, ik heb wel geen bivakmutsen gevonden, maar ik heb iets veel beters.
dat is toch niet verschietachtig? Zeg, als ik dat op mijn gezicht moet zetten, doe ik niet meer mee, zeg. Nou, hey, begin jij ook weer niet te zagen, hè, zeg. Pak hij toch, kapijtje. Bebellen. Zie je wel dat het verschietachtig is? Ja. Hey, zet dat af, Kieke. Ja. Heb je geen dinges bij wat ik gevraagd? Een panty, zo. Ja, iets professioneels. Ja, een panty heb ik niet gevonden, maar ik heb wel een onderbroek bij. Van Bieke. Ja, geef dan de masker maar. Ja? Oké. Okay. Allee, nu de wapens. Ah ja, ja, ja. Dan ziet je toch dat dat nep is. Ja, natuurlijk. Dat is toch de bedoeling? Het is een nep-overval. Je mag ons maar moet wel echt schrik hebben, hè, Mark? Ja. Ah, oké. Okay. Dan heb ik iets perfect. We zijn wel in vorm vandaag. Geloofde mij nu weer niet? Oh, dat is goede gelee. Ja. Zal ik het kunnen dat spuiten? Ja, zei jij. Hij is al verstopt, zie ik. Ja, maar hier moet je duwen. Typisch. Pascalke, jij belooft dat ik mijn zin mocht doen. Over mijn lijk. Oei, komt er een begrafenis in plaats van een trouw. Oh. Oei, ah, wel, wat is het? Ja, Maurice. Ik ga een verlovingsfeest houden in een westerend dorp. Hm? Ja, 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 Bieke, zeg het hem. Zeg het hem dat dat een belachelijk idee is. Maar dat is een fantastisch idee. Ah, voilà, heb je dat goed... Wat lief! Allee, ma, dat is kwee niet origineel. Allee, een themafeest, hè? En iedereen verkleed als cowboy en indiaan, hè? Yeeha! Ah. Jij ook al. Allee, ma. Oh, en mag ik dat organiseren, hè? Dan gaat dat mijn eerste realisatie zijn van mijn evenementenbureau. Zeg, maar ik kan ook helpen, hè? Ik kan wel voor wat cowboykostuums zorgen. En voor een prijsje, hè? Ja, ja, Fernand, dat kennen we. Voor een hoog prijsje. Ja. Zeg, waarom op een ander minder betalen als ik u hetzelfde kan leveren voor meer geld? Oké. Stem. Oké. Worst 007. Worst 007. Voor cafésotters. Oké, Roger, worstenkoning 007. Roger. Roger? Wie is Roger? Roger, Blancobal. Dat is om een boodschap af te sluiten. Huh? Ja, actie Roger Rogers. Laat me los! Batman! Wat komt hier niet doen? Helaas, stop daar eens mee! Het is oké, mevrouw. Ze zijn weg. Ik zal u helpen. Wacht. Zo. Kom maar. Goedele! Oh, ik ben blij dat ik u zie. Ja, alles oké? Okay? Ja, ça va. Oh. Wat was dat nu? Amai, zeg. Gaat zeg, dat was wel mijn heldendaad, hè? Amai. Nog een pintje, Paul? Nee, dank u. Van de zaak? Oh, ja. Ja. Oh, ja, maar als het zo zit, neem ik er ook eentje. Niks ervan. Alleen onze held drinkt gratis. Ah, nee. Held? Ja. Omdat hem die twee prutsers van overvallers weggejaagd heeft, zeker. Prutsers? Ja. Hela, dat waren professionele gangsters, ja? Oh, echte kleerkasten. Ja. Twee keer zo groot en zo breed als jij. Ja. Oh, man. Nee. Hoe nee? Oh ja, hoe zou jij dat nu weten? Ja. Waar erbij misschien? Ja. Oh ja. Nee. Nee, maar ik kan me dat wel levendig inbeelden, hè. Ja, maar je zou waarschijnlijk bedoelen dat jij misschien toch een beetje exagereerde popol. Jij bent gewoon jaloers, ja. Ja, jij was liever in Paul zijn plaats geweest, hè. Ik ben niet jaloers. Ja. Want ik zou een veel betere redder geweest zijn dan popol. En die gaan ze laten lopen. Ik vind het kei romantisch, Paul, wat jij gedaan hebt. Oh,
een man die een vrouw redt. Ja. Volgen zijn een echte gentleman. Ja. Hoort je dat, Xavier? Ja. Ik zou dat ook doen, Tjoeke. Ja. Ja, tegen dat jij in actie schiet, hè, heb ik die mannen al lang zelf neergeslagen. Hè? Dat is moeilijk, die gaan dan lopen als ze zien komen. Doortje, je moet echt wel heel trots zijn op je ventje. Hè? Oh ja, ja, maar vraag mij alleen af of dat hij voor mij ook zo'n grote held zou zijn. Natuurlijk. Wat deed jij daar eigenlijk? Ik was op weg naar een sportwinkel in de buurt. Ja, dus juist als Goedele terugkomt uit het buitenland en die wordt daar al ineens overvallen en jij passeert daar, dat is toch allemaal een beetje eigenaardig, hè? Kom. Ja, maar kunt je dat nu geloven? Ja, Doortje, wat wilt je nu insemineren, Alain? Dat papa zelf die een overval heeft georganiseerd. Ja. Wie zou nu zoiets doen? Ja. Alleen een complete idioot. Ja. Dat is juist. Ja, zie. We moeten er nog eens goed over nadenken, hè, mannen. Wat heb ik kunnen doen? Dat u mama zou denken van mij dat ik een held ben. Hm. Ah, haar nog eens overvallen. Mop. Nee, dat zou veel hard opvallen. Ja, oké. Okay. Oh, haar appartement in brand steken. En dan kan meneer Bomma haar uit de vlammen redden. Ah, ja. En al die andere mensen dan niet in dat gebouw wonen, hè? Die kennen wij toch niet, Xavier? Vertel als dan blijft. Als je niks zinnigs weet te zeggen, houd dan uw bebbel. Ja, kom aan, mannen. Focus, hè. We moeten onkel Bal helpen. Kunnen we haar niet jaloers maken? Zo, dat lukt nooit. Ik vind dat een goede dag mee gedacht. Hé. Hey. Als ik mijn mama wijs maak dat ik te doen heb met Miss België. Wat zeg ik? Met twee missen België. Oh, nee. Dat is niet erg heldhaftig, hè, voorzitter? Ik weet niet. Met twee missen tegelijk. Ja. Hey, en dan steken we die huis in brand. En dan kan meneer Boma zo redden en wordt Goedele terug verliefd op meneer Boma. Met Paul de Tremery. Dag Paul, met Goedele. Ik wou u nog eens bedanken voor gisteren. Oh, dat is niks hoor. Zeg, en hoe gaat het met u? Goed, dank u wel. Zeg, maar ik wou u graag iets geven om u te bedanken. Kunt jij over de middag naar mijn bureau komen? Bij u? Ik weet niet of dat een goed idee is, Goedele. Wat moet ik tegen Doortje zeggen? De waarheid was het probleem. Ja, die is zo jaloers. Die gaat er weer niet geloven. Zegt dan niks? Ja, wat niet weet, niet deert. Hm? Om 1 uur past dat voor u? 1 uur, ja. Bij u op bureau, hè. Goed. Tot dan. Dag, Goedele. Zijn heilig schoolmeesterke. Wat gaat Paul met Goedele doen? 1 uur op de bureau. En jij mocht het niet weten. Moet ik er een tekeningsje bij maken? Oh, Paul de Tremery, want dat gaat nu een beste dag. Nee, Doortje, wat gaat het zeggen? Allee, je hebt geen enkel bewijs. Ja, dat is ook waar. Ah, wacht, hè. Hun afspraakje is 1 uur voor mijn belspel. Dus, ik heb nog even de tijd om hun te betrappen. Op hete daad. Carmen, dat kan ik zelf ook, hè. Tut, jij bent veel te emotioneel. En daarbij, je mocht me wel eens wat dankbaarder zijn, hè? Ja. Weet jij wel wat een eer dat is om uw vent te laten betrappen door een echte BV? Ah! Ah, zeg, Mark. Huh? Heb jij al een kostuum voor dat verlovingsfeest van Pascal en Maurice? Ah, cowboykleren. Nog niet. Dan heb ik iets voor u. Huh? Hier, zie dit. Dat is het originele kostuum van Lucky Luke. Wauw. Ela, Lucky Luke was wel een stripfiguur, hè? Die heeft nooit bestaan. Nooit bestaan? Maar allee, Markske toch, die heeft wel bestaan. Hoe kunnen ze daar anders over in de boekjes schrijven? Huh? Alleen,
Er zijn niet veel mensen die dat weten, hè. Oké. Het is wel een beetje versleten, hè? Ja, Mark, wat wilde jij? Dat is 150 jaar oud, hè. Dus dat kost je dan ook 150 euro. Ja, dat is wel veel. Mark, dat moet je bezien als een investering, hè. Als jij dat kostuum een jaar kunt bewaren, dan kun je daar 151 euro voor vragen. 2 jaar, 152 euro. Ja, maar tel uit je winst. Wauw. Ja, ik doe het. Oké, dat is dan 300 euro. Oeh, nu is hij ineens 300 jaar oud. Ja, maar voor die 300 euro krijg je dan ook nog eens de holsters en de revolvers bij. Ook welke, Luc? De echte prijsje, hè. Huh? Ja, maar 300 euro is toch wel veel, meneer Fernand. Olle, Mark. Nou, maar ik ga dat trek bovenal. Bam, bam, bam. Een Burkinees vruchtbaarheidsbeeldje, maar... Godelen, ik kan dat toch niet aannemen. Jawel, jawel. Ik heb er meer dan genoeg meegebracht de laatste keer dat ik in Afrika was. En ik weet dat jij er iets aan hebt. Oh, jij weet heel goed waarmee je mij een plezier kunt doen, ja? Ja, Goedele, de ideale vrouw. En dan val ik op zo iemand als Balthazar. Niet echt een ideale man, hè. Hoe is het met hem? Tja, niet zo goed. Hij kan u niet vergeten. Dat zijn natuurlijk mijn zaken niet, maar waarom wilt jij nu niet trouwen met Boma? Wie zegt dat ik dat niet wil? Ma, je bent weggelopen toen hij het u vroeg. Ja, hoe heeft hem het ook gevraagd? Met al dat volk er rond. Alsof ik geen andere keuze had dan ja te zeggen. Ja, maar voilà. Daarom ben ik nog altijd niet getrouwd met Doortje. Weer iets dat wij gemeen hebben, zeg. Ja. Wij hebben geen kluisvrouw nodig. Zeg. Carmen, wat doe jij hier? Ik was op weg naar de uitgang. Jij zei mij niet aan het bespioneren, ja? Pas op. Jij gaat niet aan Doortje vertellen dat je mij hier gezien hebt. Oh, als jij denkt dat je Doortje zomaar kunt bedriegen. Bedriegen? Paul heeft mij gisteren gered en om hem te bedanken heb ik hem nu hier een beeldje cadeau gedaan. Dat is alles. Als dat alles is? Waarom mag ik daar niks zeggen tegen Doortje? Maar die denkt altijd het verkeerde. Of het juiste. Ze heeft misschien haar redenen, hè. Luister, Carmen, jij houdt uw mond. Of ik bel naar de boekjes en ik verklap dat jij geen echte rossen zijn. Nee. Je zou niet durven. Oh, nee? Maar u ze? Nee, Paul, niet doen. Ik, wat is nee, Paul, ik doe dat wel. Vierde. Voilà, is het. Ah, ja, Paul, hallo. Stop, ja? Niet doen. Ik geef mij over. Jij wint. Allee dan. Ja, Goedele, wij praten later wel verder. Huh? Zonder viswijven in de buurt, joh. Hallo, Carmen Waterslagers. Ja, ja, ik kom, zeg. Ben niet afjagen, hè. Wat verstekker. Je hebt chance dat mijn publiek op mij wacht, hè. Mark? Mark? Tada! Hey Wieke, wat vind je ervan? Dat is mijn kostuum voor het feest van uw ma, Maurice. Allee, herken je mij niet? Nee. Maar nee, de man die sneller schiet dan zijn schaduw. Ja, dan zult je toch nog wat moeten oefenen, hoor. Cowboy. Maar Bieke, dat is dus wel het originele kostuum van Lucky Luke, hè? Mark? Ja? En waar heb jij dat vandaan? Toch niet van Fernand? Ja, maar het is een investering. Mark, hoeveel heb je ervoor betaald? 300 euro. Oh. De afzetter. Ja, maar met de pistolen inbegrepen, hè? Schat, ik... dat is het kostuum niet van Lucky Luke. Lucky Luke, dat is een stripfiguur. Bieke, die heeft dus wel echt bestaan. Er zijn niet veel mensen dat weten en meneer Fernand heeft me dat verteld. Schat, ik, dat is niet echt. Nee, Lucky Luke bestaat niet. Hè? Huh? Allee, en ik ga zorgen dat Fernand u elke cent terugbetaalt, hè. Hoi. Oh, nee, wacht eens.
Nee, ik heb een veel beter idee. Huh? Ja. Iets heel speciaal voor het verlovingsfeest van ons ma en Maurice. Yes, baby. Pieke, die zijn wel echt. Ja. Balthazar. Goedle. Dat is lang geleden. Wat komt jij doen? Je suis venu te dire que je m'en vais. Gaat je op reis? Nee. Ik ga weg. Voorgoed. Ik wou u dat laten weten. Het is de laatste keer dat wij elkaar zien, hè. Ah, bon? Dank u voor de mededeling. En waar gaat je naartoe? Naar de Caraïbe. Met drie missen België. Ex-België. Drie? Ja, die mogen niet laten schieten, hè. Ja, maar ik geef u nog één kans, hè. Als jij bij mij wilt trouwen, laat ik die drie missen vallen, hè. Oh, nee, dat kun je die meisjes niet aandoen. Die missen zouden u nogal missen, hè. Tja. Als zo zit, ben ik weg. Prima de bier. Parti. Pour toujours. Kom niet klagen achteraf, hè. Weg, weg! Nou, ik begrijp er niks van. Rien de knots. Ja, maar misschien is ze voor de vrouwen geworden. Ja, en dank Xavier. Ik neem haar vriendin heel graag bij, geen enkel probleem. Oh ja, Carmen, haar belspel is al begonnen. Kijk jij naar die zever? Ik moet wel. Zonder vraagt mij als ik thuis kom. Kom aan, beste mensen. Bellen maar. We zoeken een woord van 7 letters in de categorie sport en spel. Beerkar, zei de vorige beller. Maar dat is natuurlijk niet juist, hè? Kom aan, bellen maar. Ik zal u een beetje helpen, hè? De eerste letter is een... een S. En ik zal u een extra tip geven. Je kunt er scheef mee rijden. Maar dan is het eigenlijk geen spel meer. Dan is het meer overspel, hè? Trainer zou een goede tip kunnen zijn. Maar dat mag ik eigenlijk niet zeggen. Zeg maar potverdikke viswijf. Aha! Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo. Paul. Paulus Pieter. Pieter, kennen wij elkaar? Uw stem komt mij precies bekend voor. Nee, het is de eerste keer dat ik u bel. Ah, en Pietertje, wat is het antwoord? Want jij hebt precies wel ervaring op dat vlak, hè? Nee, waarom belde dan? Omdat uw tip niet klopt. De trainer waar je over sprak, die pleegt geen overspel. Bon? Ah, nee, ik heb het toch zelf gezien, zeker? Nog een beller. Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo. Dominique. Dominique. Uw stem komt mij precies ook bekend voor. En wat is het antwoord? Dominique. Ik zou eens met je Pieter willen praten. Ah, hoort je dat, Pietertje? Je hebt al een fan. Wrijf maar al in je pol. Lukkes. Pol, zijt jij dat? Ja, natuurlijk is hij dat, Doortje. En weet je waarom dat hem belt? Carmen, wat voor dikke geweest ben ik ga zeggen als je niet zwijgt, hè? Ah, wel, voort! Ik laat mij door niemand afdreigen. Ja, mensen, ik verf mijn haar. Maar Paul de Tremmerie bedriegt zijn Doortje met Goedele de Kok, met CQ, van achter. Och, je smerlap! Doortje, dat is niet waar. Voilà. En Paul, wilt je nog het woord proberen te raden? Scharminkel. Bijna juist. Dat moest zijn. Schaats.
Ja, van een scheve schaatsrijden. Zij je, nu weet ik het. Waarom dat Goedele niet bij mij wil trouwen? Allee, want dat kan toch niet? Doet je dat gelijk? Popol was niet toevallig bij die overval. Ja, maar kom, daar moet toch een andere uitleg voor zijn. Heb je Carmen gehoord? Ze heeft zichzelf betrapt. Ja. En als ik iemand altijd geloof, dan is het Carmen. Eigen dank. En er dan nog over liegen. Dat is... Hier, zeg, jij kunt vertrekken. Ja, maar voilà. Toos. Wat dat we daarmee doen? Maar... Luister nu, het is weer allemaal een misverstand. Oh, leugenaar. Gedracht voilà. En lafaard. Je bent ontslagen. Ik... Maar... Groot gelijk, meneer Boma. Ja. Maar ik heb niks gedaan. En dat nog ontkennen ook, zeg Copain. Wat zeg ik? Ex-Copain en ex-entraîneur. Ja, voilà, buiten. Ja, maar... Die rechten. Maar... Amai. Jij bent sexy als je kwaad bent. Vind jij dat echt? Ja, maar hoe moeten wij nu verder zonder trainer? Ah ja, en het is toch ook een beetje onze schuld dat Paul ontslagen is, hè? Wij hebben Doortje toch niet bedrogen? Ja, maar Paul ook niet. Nee, ons ma zegt dat er niks van aan is. Nee, maar hadden wij niet meegedaan aan die overval, hè, dan was dat niet gebeurd. Ja, we moeten het Paul vertellen. Ja, wie gaat... En? Heb je een beetje kunnen slapen op die luchtmatras-trainer? Toch. Ex-trainer. Ah, ja, ja. Ja, ja. Ronaldinho moet u iets zeggen, trainer. Ex-trainer. Mark? Ik? Wat was de vraag ook alweer? Allee, het is goed. Die twee overvallers die jij weggejaagd hebt. Dat waren Mark en ik. Nee, niet slaan. Dat was een idee van onkel Bal. Ja. Hij wil haar redden, zodat ze toch met hem zou trouwen. Ja. Ja. Heb jij dat aan uw ma verteld? Ja, nee. Ja, als ons ma dat te weten komt, dan krijg ik 3 weken huisarrest. Ik zal niks zeggen tegen uw ma. Aha. Ah. Merci. Je mogen daar zelf zeggen. Ai. Dus Balthazar zat achter die een overval? Ja, hij is nog altijd zot van u, ma. Dan heeft hij wel een rare manier om dat te tonen, de onnozele naap. Ja. Jij zit ook nog altijd zot van hem, hè? Ja, maar ik kan niet meer terugkrabbelen, hè, Paul. Het is te laat. En daarbij, voor wat hij mij heeft aangedaan, mag hem wel wat afzien, verdorie. Weet je wat? Kom straks naar het verlovingsfeest van Pascal en Maurice en dan zullen wij hem in school liggen hebben. Hé, hey, maar dat is een supercool idee. Alleen maar, please. Oké. Okay. Ronald, ik apprecieer uw eerlijkheid. Daarom krijg je nu maar 2 weken huisarrest in plaats van 3. Hoi, partners. Bedankt voor de uitnodiging, Maurice. Hier zie. Pat Vernon. De grootste paardendief van het Wilde Westen. In naam van de wet arresteer ik u. Bent toch geen dief? Nee, maar wel een oplichter. En weet je wat ze doen met oplichters in de Far West? Nee. Kom maar, jongens, stop nu. Hup. Wat leuk. Het is goed geweest. Ja, kom. U kunt kiezen.
Ofwel geeft je Mark zijn geld terug, ofwel... Het is erop. Ja! Ja! Ja. Oh, Maurice, verkocht is verkocht, Ella. Dat is een eerlijke transactie. En maak niet dat je wegkomt, of we smeren je in met pek en veren. Ja! Bij goedele de kok. Met een kuur van achter. Geef mij nog de dubbele. Voorzitter, deze stad is niet groot genoeg voor ons beiden. Kom de regen dood, op de bed duivenschieter. Ik kom u uitdagen voor een duel. Je hebt de eer van Goedele besmeurd en dat laat ik niet zomaar gebeuren. Wij gedacht. Kom maar mee buiten en leg u al maar te bloeden. Doodschieten. Wat, Mark? Denk het niet, schatje. Laffe coyote. Het is haar. Heb jij die overval op mij georganiseerd? Samen met Mark en Xavier? Niet liegen! Ja. Hoe kinderachtig is dat? Al wat je zegt, dat zijn er zelf. Nou ja, jij bedriegt mij met Paul. Ik heb helemaal niks met Paul. Waarom zou ik hier anders zijn? En waarom ben je dan van mij weggelopen in Brugge? Omdat ik onder druk gezet werd. Ik wilde ja zeggen, maar omdat het moest, zei ik niks. Je wilt ja zeggen en je zegt nee. Hoe kinderachtig is dat niet? Haha. Ha. Nee, u valt niet te praten. Ik had hier nooit moeten komen. Petit chat! Carmen, je bent weer te achterdochtig geweest, hè? Ik? Jij vertrouwde nu op Paul niet, hè? Paul, kunt je mij... Ja, dus. Oké, kom niet aan vierje bouwen. Ze laat me een keer los, hé, man. Hé, hou je poten eens thuis. Dubbele neerbak. Gij houdt die poten af, hè. On the wipe of my life. Was dat ook opgezet spel? Belangen niet. Ik heb die tip nog nooit gezien. Mijn Nelt. Kom hier. Oh. Wilde je met mij trouwen? En durf niet nee zeggen, hè. Jawel!